Nederlandse industrie is al een veilige industrie. Standaards zijn hoog. Met het veiligheidszorgsysteem hebben we een continu verbeteringsloop in het gebeuren. We willen graag leren en we willen verbeteren. We doen het goed, maar we willen het nog beter doen. En met Macondo en wat we nu hebben geleerd en hebben uitontwikkeld in standaards, hebben we toch weer een stapje vooruit gegaan. Staatstoezicht heeft meegekeken en heeft waar men dat belangrijk vond opmerkingen geplaatst. Die hebben we serieus meegenomen. De staatstoezicht had ook een eigen input in het gebeuren. Men werkte niet mee aan het formuleren wat, maar men stelde wel vragen. En als zodanig heeft men ook geholpen om toch een beter product te krijgen. Van ja, hoe kunnen we nou iemand die een leidinggevende functie in de boring zelf heeft, beter voorbereid hebben dat ze de goede dingen doen wanneer er iets fout gaat tijdens het boren van een put. Dat hebben we gedaan in teamverband. Dus de boormeester en ook de boormanager, de toolpusher op de site en de boorengineer. Die werden gezamenlijk als team geconfronteerd met een probleem in de put. En daar moesten ze gezamenlijk uitkomen. En dan zie je vanuit hun eigen discipline, hun eigen achtergrond, hoe ze gaan bijdragen aan de oplossing van het probleem. En de mensen zelf waren heel enthousiast daarnaar. Nou is het leuk dat wij dat zo doen in Nederland. Maar dat geeft dus ook verder weer, je wilt zoiets, omdat we een internationale industrie zijn, niet puur op het Nederlandse houden. Dus nu begin december komen we bij elkaar als landen rond de Noordzee om vanuit onze expertise, maar ook vanuit anderen, te gaan werken aan een gezamenlijke Noordwest-Europese scenario-based well-control training. Dus we willen het eigenlijk verder brengen dan alleen het Nederlandse. We hebben een aantal zaken afgerond, maar in 2012 moeten we toch nog een aantal punten ook verder afronden. Dus dit gaat nog door. En de ingang die je nu hebt bij elkaar zal zeker ook weer leiden tot verdere samenwerking. Met name ook om de veiligheid verder te verbeteren.